Voor Paleis Huis ten Bosch stond een erewacht van de marine aangetreden toen daar, we mogen wel zeggen met vliegende vaandels, de vicepresident van de Verenigde Staten, Hubert Humphrey, aankwam. De heer Humphrey, die vergezeld was van zijn echtgenote, werd begeleid door de Amerikaanse ambassadeur in ons land bij zijn beleefdheidsbezoek aan Hare Majesteit de Koningin. De vicepresident kwam uit Genève, waar hij onder meer met de Amerikaanse vertegenwoordigers bij de ontwapeningsconferentie had gesproken. Na het onderhoud in het paleis deed Hare Majesteit haar gasten persoonlijk uitgeleiden, wat een buitenkansje was voor de vele fotografen en filmers wier aanwezigheid bij de ontvangst binnen niet was toegestaan. Hubert Humphrey, die door een kleine blessure zijn rechterhand niet kon gebruiken, was naar Nederland gekomen voor een gesprek met leden van onze demissionaire regering, onder meer over het zogenaamde non-proliferatieverdrag. Dat is het verdrag tot het tegengaan van de spreiding van kernwapens. De Verenigde Staten willen hierover de ideeën van hun West-Europese bondgenoten horen. Van Den Haag is Humphrey inmiddels doorgereisd naar de West-Duitse hoofdstad Bonn.